Hoi iedereen! Zoals je ziet zit ik in de auto, dus ik shake af en toe wat. Ik hoop dat jullie mijn make-up leuk vinden. Ik heb weer wel geëxperimenteerd om mijn ogen wat donker te maken. Ik heb mijn haar ingerold, gewoon in mijn nachtdienst vannacht. Ik weet niet of jullie het een beetje zien. Zo. Ja, ik ben nu op weg naar Nieuwegein. Ik ga een interview doen met de eigenaresse van Full Haircare. Zij heeft net een black hair winkeltje geopend in Nieuwegein. Omdat er ja, gewoon weinig aanbod was voor donkere vrouwen of voor haarproducten. Dus dat heeft zij, zij heeft het initiatief genomen om daar aandacht aan te besteden. Dus daar ben ik heel erg blij om, want zoals de meesten van jullie weten kom ik oorspronkelijk uit... eigenlijk ben ik in Gouda opgegroeid. Maar ik ben toen in mijn studententijd gaan wonen in Rotterdam. En woon net een klein jaartje in Utrecht nu. Met mijn verloofde. Maar ik moest heel erg wennen aan het feit van dat hier gewoon weinig tot geen haarproducten aanwezig is. Ja, dan wel in de stad, maar het is gewoon echt dubbele van wat je in Rotterdam betaalt. Omdat ze hier natuurlijk helemaal geen concurrentie hebben. Dus ze kunnen hier de prijzen zo belachelijk maken als hoe ze willen. Want ze weten toch wel dat de donkere mensen die hier in Utrecht wonen het wel moeten betalen. Tenzij je nou eenmaal naar Rotterdam wil rijden. Maar ja, voor die reiskosten erbij kom je uiteindelijk op dezelfde prijs neer. Misschien wel iets duurder nog, dus nee joh. Ze weet gewoon wat ze doen, snap je? Dus, maar goed, zij zit dus in Nieuwegein. Daar ben ik wel blij om, want vanaf ons huis is het ongeveer 13 minuten rijden. Dus dat is niet zo ver. Beter dan naar het centrum te gaan, want in het centrum is ook niet zo ver van waar we wonen. Maar omdat het altijd zo druk is, door werkzaamheden en even wat ze allemaal doen. Oh ja, de drukte. Is het gewoon, duurt het gewoon een half uur tot drie kwartier voordat je uiteindelijk geparkeerd staat in het centrum. Dus dat is, schiet ook niet echt op. Oh, ik sta op de verkeerde rijbaan. Maar goed, wat ik wilde zeggen is, ik ben heel erg blij dat ze dit doet. Nogmaals, ten eerste dat ze dichterbij is. En ik heb wel even op haar website gekeken. Kijk even op haar website van www.fullhaircare.nl. Ze zit op de Nevelgaarde 40 in Nieuwegein. Op de website zag ik wel heel veel producten waar, wat chemisch zijn. Het zijn niet echt natuurlijk, of tenminste producten op natuurlijke basis. Maar ze geeft wel aan op haar website, en dat heeft ze me ook verteld in haar berichten, van als je iets nodig hebt, dan kan ze het gewoon voor je bestellen. Dus maakt niet uit wat voor merk je nodig hebt. Dan kan je het gewoon bestellen. En nou hoop ik ook echt dat ze veel producten heeft voor de natuurlijke kroeshaar en krullend haar. Nogmaals, ik zag wel heel veel spullen voor als je haar gestreed is en zo. Chemisch behandeld is. Maar, even van rijstruk veranderen. Maar niet echt voor, weet je, zoals Shea Moist en zo. Dat zag ik niet op de site. En ik ben natuurlijk een fan daarvan. Trouwens, die is nu binnengekomen, hè, mijn producten. Die zijn vanmiddag binnengekomen. Ik ben zo blij! Anyway, dus ik ga haar nu interviewen. Dus ik moet er eigenlijk over 3 minuten al zijn. Maar ik kom net uit mijn nachtdienst en ik had echt moeite met opstaan. Want ik sliep pas om 9:30 vanmorgen. Dus ik werk trouwens in de psychiatrie. Ik werk met volwassenen die intensief training krijgen. Maar binnenkort wordt het echt begeleid zelfstandig wonen. Dus dat wordt nog een uitdaging. Even kijken hoor. Ik moet eventjes letten op de weg. Die kant op. Ja. Zo. Ja. Dus sorry dat het beeld heen en weer gaat. Maar ik dacht... Weet je, ik was al in tijdnood en ik wilde even een intro doen voordat ik het interview ga doen. Dus, kunnen jullie mijn haar nu wel een beetje zien? Ja, maar nu is de verlichting beter, hè? Ja, kijk hoe leuk. Ik had een rustige nachtdienst. Dus ik kon gewoon mijn haren in rollers doen. En dan heb ik wel een hele leuke doek uiteindelijk erop gedaan. Dat mijn collega's niet gaan denken van zo... Huisvrouwtje gewoon op werk. Nee, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het zo leuk. En mijn ogen, hoe ik mijn ogen heb gedaan. Leuk, hè? Ja. En mijn lippen heb ik gewoon met foundation gedaan. Ja, echt serieus, met foundation. Mijn lippen gedaan. En een beetje rouge op mijn gezicht. Mijn gezicht is een beetje onrustig nu. Er zitten een beetje veel pikkeltjes op mijn huid.
Omdat, ja, dames, jullie weten wat voor tijd het is. Dus ja, dan krijg ik last van allemaal puistjes. En dat is niet één, hoor. Ik heb de hele week zo slecht gegeten. Heel veel junkfood. En ja, als ik het voel aankomen, dan ga ik heel veel junkfood eten. Echt heel slecht. Maar ik heb gewoon een patatverslaving, ook heel slecht. Dus, en van mayonaise. Wat ik wel werk met die huidproducten van Mary Kay, dat ik dan als ik puistjes krijg, dat het niet heel erg wordt en dat ik niet hele erge vlekken meer krijg. Of dat je van die hele lelijke puisten krijgt. Je weet wel welke puisten ik bedoel, met die puntjes erop. Nee, dat heb ik nu niet. Ik zit even om mijn navigatie te kijken. Ja, we rijden nog goed. Ja, dat merk ik wel, dat ik daar niet zoveel last van heb. Maar mijn eetgedrag op dit moment is gewoon niet optimaal. Ik gebruik wel netjes nog steeds mijn vitamintjes, hoor. Mijn visolie, multivitamine en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Het is een aanvulling op een gezonde maaltijd en niet alleen op een slechte maaltijd. Dus ja. Maar goed, anyway, ik ga nu jullie verlaten, want ik ben er over 8 minuutjes ben ik er. Ik heb onwijs veel zin. En ik heb me trouwens niet eens voorbereid, hoor, voor die interview. Dat doe ik eigenlijk nooit. Dat heb ik bij de event van Locked & Loose ook niet gedaan. Of voorbereid. Ik hou van kletsen. En ik klets zoveel dat er uiteindelijk wel een gesprek uitrolt. Dus nee, het is gewoon, weet je. Je praat gewoon met iemand die, ja. Je hebt het gewoon over onderwerpen die je gewoon hartstikke leuk vindt. En diegene vindt het ook hartstikke leuk. Dus je hebt al sowieso iets gemeenschappelijks. En ja, en de vragen waar je geen antwoord op weet, dat stel je gewoon. Want dat weten jullie, de kijkers weten dat natuurlijk ook niet. Dus ja. Dan stel je gewoon de vraag over wat voor soort producten ze bestelt. En wat haar reden was om ja, dit bedrijf te openen. En ons ook iets anders ernaast doet. En, Nou, ik ben Suzanne Willems, eigenaar van Succes Meetbaar. Het is een lopend adviesbureau die zich inzet voor elk individu op de arbeidsmarkt. Wat wij doen is lopend advies, training en coaching en integratie voor gemeentelijke doelgroepen. Wij zitten hier vandaag voor Full Hair Care. Dat is een webshop in black hair producten, in haar- en huidverzorgingsproducten. En wat wij doen is juist die producten aanbieden die onze klanten erg graag op de markt willen zien. De bedoeling is dat wij een gedeelte van de inkomsten ook investeren in de Antilliaanse doelgroep in Nieuwegein. Aan de ene kant is er geen toko, geen winkel voor black hair producten. We hebben wel bepaalde winkels die dat wel doen, maar assortiment is beperkt. En vandaar dat wij met Full Hair Care willen investeren in een breed assortiment en dat we juist de klanten zo tegemoet kunnen komen. Oh, ja. Oh, daar ben ik heel blij mee. Thank you. Oké. En ik zag op je website een 010 nummer. Dat is Rotterdam, toch? Ja. Ja, wij werken met consultants. Ja. Een van onze hoofdconsultants die zit in Rotterdam. Want ook daar zitten onze klanten. En zij verzamelt alle verzoeken die los van de website via de mail binnenkomen. Zij verzamelt ze en ze handelt ze af. Ah. Ja. Oké. En welk winkeltje is dat dan? Van in Rotterdam, voor de mensen die in Rotterdam wonen? Nou, het gaat gewoon via de webshop. Oh, via de webshop gewoon. Het gaat gewoon via fullhaircare.com. Ah. Je kan daar die bestelling achterlaten. Ah, okay. Maar er zijn altijd mensen die het fijn vinden om even een telefoontje te pakken. Even te bellen van hoe zit het, hoe zit dat. Ja. Vandaar dat we ook nog een telefoonnummer hebben ingezet om dat soort vragen ook te beantwoorden. Oh, handig. Ja. Oh, dat is wel heel fijn inderdaad. Ja. Oké. En wat voor producten heb jij dan precies allemaal? We hebben verschillende producten. Je kan hier een assortiment zien. Ja. Wij werken samen met een leverancier die ook wat Braziliaanse producten levert. Dat is een scala product, dat is een conditioner. Mm-hmm. Wij weten van de Brazilianen, die hebben altijd mooie huid, mooie haren. Yeah. En scala is een hele goede conditioner, die is heel voedzaam. Al onze producten die testen we zelf ook, zodat we ook wel weten wat wij de klanten bieden. Oké. Nou, dat is een hoe lang testen jullie dat voordat jullie het uiteindelijk verkopen? Nou, dat testen we zeker 4 keer. Oh, wow. Ja, echt om te kijken, want je kan een product 1 keer gebruiken, maar dan is het effect een dag goed. Mm-hmm. Maar het is goed om op langere termijn te zien van, blijft het haar ook goed zitten, blijft die zacht, wordt die dan niet droog. En iedere persoon heeft een ander soort huid en haartype. Mm-hmm.
Nou, Scala is een soort conditioner. Je hebt hem ook van olijfolie. Dit is van karité. Voedzaam. Je haar blijft zacht. En het dringt goed door. Penetreert. Het penetreert heel goed. Mm-hmm. Dus hij pakt ook je haarzakjes. Oké, maar is het een shampoo, is het een conditioner? Het is een conditioner. Een conditioner, het is een conditioner. En leave-in, of hoe noem je dat? Is het een deep conditioner of gewone conditioner? Ja, dat is, die moet je even laten intrekken, even laten zitten en daarna uitspoelen. Oké, deep conditioner. Ja. Ja, oké. Ja. Ja. Okay. We hebben, dat is voor kinderen. Ja, sommige ouders vinden dat prettig dat het haar gewoon wat goed doorkambaar is. Mm-hmm. Just for me. Het is een nieuw merk eigenlijk. Je gaat altijd zien dat in Nederland dat mensen wat minder snel met nieuwe producten aan de slag gaan. Maar het is wel een merk waarbij wij vele goede reacties over te horen krijgen. Want dit is een conditioning creme relaxer. Het is een relaxer voor kinderen. Okay. Ja. Ja. Yeah. Ja. Dit is de olive oil. De pink, we kennen de pink van de roze fles. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar het is met olive oil, dat is een nieuwe trend van pink. Oh, in het groen. In het groen. Voedzaam ook. Voor volwassenen kan je dat gebruiken, maar ook voor kinderen. Mm-hmm. Dus als je kinderen hebt die ook krullen hebben, daar is het ook een hele goede voor. Oké, okay. En voor kroeshaar? Voor kroeshaar, daar heb ik nog geen recensies over gehoord. Oh, oké. Okay. Nee. Nee. Oh, want onze ervaring is dat mensen met wat dikker haar, die gebruiken of vaak de pomade. En wat je nu vaak hoort is de, hoe heet dat, voor natural hair. Ik kom er even niet op. Een product bedoel je? Of wat bedoel je? Een productnaam. Shea butter. Shea butter, ja. Shea butter, dat wordt heel vaak gevraagd. Ja, zeker. Ja. Het is nou echt een trend nu, hè? Ja. Ja, dus mensen wat dikker haar, die hebben toch, want dit is... dit is echt een moisturizing oil, hè? Een beetje crème-achtig. Ja. Dus als je dat ziet, dan... Ja, inderdaad. Ja. Het ruikt ook heerlijk. Dus... kijk dat je het zo doet. En het geeft gelijk glans. Ja. En je punten zijn ook gelijk goed behandeld. Oké. Okay. Dus, wat is dit je eigen haar? Is het gestreed haar wat jij hebt? Het is mijn eigen haar. Dit is je eigen haar gewoon? Ja. Oh, wauw. Oké. Ja. 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 Want je zegt, sorry ik onderbreek. Want je zegt, die producten gebruiken jullie voor... gebruiken jullie zelf even om te testen, wat ik heel goed vind trouwens. Ja. Gebruiken jullie dat ook, kijken jullie naar welke haartextuur iemand heeft? Dus zeg maar, heeft een bijvoorbeeld kroeshaar, de ander relaxed haar, de ander glad haar, de ander krullend haar. Mm-hmm. En dat jullie dan dezelfde product daarop testen om te kijken wat voor werking het heeft op verschillende haartexturen? Ja. Of hebben jullie gewoon één haartextuur en daar testen jullie? Nee, we houden wel rekening met... soort haar, hè? Want onze consultants, we hebben verschillende consultants en ze hebben allemaal ander soort haar. De ervaringen van de consultants met een bepaald type product die wel weer minder goed is voor een ander soort haartype, daar houden we wel rekening mee. Maar we gaan wel puur af op hetgene wat de klant aangeeft van, dit gebruik ik al jaren, het gaat goed, dus ik zou het wel graag bij jou willen afnemen. We geven wel advies. Over behandeling, soort haar, wat zou je het beste kunnen doen? Want vaak gaat het ook gepaard met verzorging. Want we weten vaak van, bijvoorbeeld als je relaxer gebruikt, dat vraagt ook een bepaalde verzorging van je. Je kan het wel behandelen, maar je moet het ook wel met krulspelden kunnen verzorgen, met de juiste voeding, met vitamine. Dus dat soort dingen doen wij ook. Dus het is niet zomaar even een product aanbieden, maar we kijken wel verder. Oké. Ja. Oké. En de basisproducten die het heel goed doen zijn de pink. Nou, Dark and Lovely, dat is een hele traditionele. Ja, die kennen we volgens mij allemaal wel. Ja. Het is old school, hè? Die is old school, die blijft het goed doen. Ja, okay. Al heb je producten die het ook wel, qua samenstelling en ingrediënten is het anders. Maar dat blijft een hele, traditionele. Okay. Ja, voor de rest heb je de gels. Nou, olive oil, dat blijft...
Kan je die oppakken? Dan kunnen we het zien. Ja. Dit is ook een relaxer. Ja. Olive oil, je hebt ook Botanic Roots. Mm-hmm. Dat is een nieuwe lijn, die kennen we nu denk ik iets meer dan 5 jaar. Mm. Dat zijn lijnen die nieuw op de markt zijn gebracht. Mm. Maar het loopt zo lekker, want iedereen wil gewoon voedzaam haar hebben. Dus haar die straalt, die niet broos is, die natuurlijke glans heeft. Lekker zacht is. Zacht is, precies. Dat je niet elke dag met de kam zit te borstelen van wanneer ben ik klaar. Nee, nee. Maar daarom is de keuze olive oil met iets anders altijd goed. Oké. Ja. Dus dat is de webshop. We hebben ook workshops. En nog meer dingen zie ik hier. Ja. Dit is Dark and Lovely Kids. Dit is een moisturizing oil. Ja. Je hebt ook de detangler. Dat is een soort van anti-klitspray. Mm-hmm. Dat gebruiken ze vaak samen. Mm-hmm. Dit is met name een product wat goed is voor kinky curls. Dus als je echt krullen hebt. Afro. ja, ik vind het altijd moeilijk om dat soort termen te gebruiken. Ja? Ik vind dat iedereen wel mooi haar heeft. Hangt er vanaf hoe maar afro verzorgt. Is niet negatief. Nee, maar de lading die mensen vaak daaraan geven. Is dat zo? Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb er nooit zo over. Ik heb afro maken. Ik ervaar dat nooit als negatief. Dark and Lovely voor kids. Yeah. Mm-hmm. De detangler hoort erbij. Dat verkopen we ook vaak samen. Een hele goede om de klitten gewoon lekker eruit te kammen. Dan wordt het gewoon doorkambaar. Mm-hmm. En dan kan je het daarna afmaken met de crème. Oh ja. Okay. Echt voedzaam. Oké. Okay. Ja. Dit is een kleine selectie van wat we hebben. We hebben ook de Black Opal. Mm-hmm. Dus ook make-up verkopen jullie? Het is make-up, dus echt voor de donkere huid. Mm-hmm. We hebben de poeders, we hebben ook de foundation sticks. Dat is een, we hebben ook natuurlijk de MAC-merk nu, maar de Black Opal heb ik laatst ook nog een workshop over gevolgd. Dat blijft gewoon een goeie. Het is dekkend. Beter dan de MAC? Het is anders. Het is een hele andere samenstelling. Het is betaalbaar. Oh. Mm. En het geeft ook hetzelfde effect. Oh, okay. Ja. Dus de poeder hebben wij. We hebben de foundation sticks. En voor 's avonds is het een perfecte make-up. Het dekt. En met de juiste producten waarmee je make-up kan afmaken. Heb je gewoon echt een mooi gezicht. Oké, mag ik kijken wat dat is? Je mag hem ook openmaken. Dit is de finishing powder, zie ik. Ja. Dus dat doe je over je foundation. Dit is echt kan hem alleen even niet openmaken. Ja. Dat wordt een beetje moeilijk. Het is een goede vorm. Je hebt natuurlijk ook de compact powder. Ja. Zo krijg je hem open. Oh ja. En dan heb je een soort van... En dan moet je met de kwast... Het is altijd goed om de poeder met een kwast aan te brengen. Mm-hmm. En dan heb je hier de gaten. En dan kan je het ook zo doseren, hè. Want... Die kan zo wel weg. Oh, op die manier. Dan heb je van die gaten. Mm. En dan heb je niet te veel poeder. Ja, ik zie het. Snap je? Oké, wat handig dat ze dat op die manier hebben gedaan. Ja. En dit zijn producten. We zijn altijd wel ietsjes goedkoper dan wat wij in de winkel zien. En bij nieuwe klanten geven we korting. Oké. We leveren ook aan kapsalons. Oké. Bedrijven die ook haren behandelen. Uh-huh. Dus we leveren altijd maatwerk en ook met de prijzen. Oké. Ja. En ik zie, heb je ook producten voor vrouwen die, je wilt geen afro noemen, maar vrouwen met 4B haar, 4C haar, dus die wat meer kinky haar hebben? Ja. Ja, wij op aanvraag leveren wij dat. Op natuurlijke basis, zeg maar. Hè? Dus geen mineralen olie, want dat is voor de vrouwen die vaak natural zijn. Die hebben zoiets van, nee, ik wil geen mineralenolie, geen sulfaten en geen paraben en dat soort dingen. Ja. Verkoop je dat ook, dat soort dingen? Zoals Shea Moisture of zo, die daar bijvoorbeeld aan voldoet? Op dit moment hebben we meer vraag naar voor de shea butter. Mm. Wij houden nog geen rekening met de coderen, zoals je dat net noemt. Mm-hmm. Daar zijn we altijd heel transparant in. Mm-hmm. Maar als iemand zegt van, goh, deze producten wil ik graag hebben, dan gaan we altijd even kijken van, kunnen wij dat leveren? Mm-hmm. En zo ja, doen we dat. Mm-hmm. Eén product wat we ook wel leveren, die ook erg populair is op dit moment, is de arganolie. Ja. Dus, ook heel lekker.
Heel lekker. Maar ook erg vet. Voedzaam. Maar ook zonder al te veel chemische spullen erin. Mm-hmm. Dus die leveren we ook. En de shea butter, dat zijn eigenlijk de twee populairste producten voor inderdaad de natural hair. Ja, dat is wel inderdaad een goeie. Maar de arganolie is gewoon niet zo vet. Dat vind ik ook wel fijn van de arganolie. En halen die ook uit Marokko? Dus zeg maar die echte pure arganolie, want ik weet dat het uit Marokko komt. Ja, de tussenpersoon die haalt het inderdaad uit Marokko. Oké. En is het een beetje betaalbaar? Want ik weet dat het bij sommige winkels wel echt soms €20 voor zo'n klein beetje is. Ze zijn prijzig, hè? Ja, dat kan je niet zeggen. Voor de kwaliteit wat je krijgt en hetgene wat het met je haar doet, is het eigenlijk om de long term. Kunnen we niet klagen. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Oké, interessant. En hoe lang doe je dit al? Nou, Full Haircut bestaat nu een jaar. Mm-hmm. Wij hebben de webshop. Het gaat automatisch via de website. Mm-hmm. Je kan je bestelling achterlaten. Je kan ook gerust met ons bellen. Mm-hmm. Daar schromen we ons niet voor. Wij organiseren ook workshops. Mm-hmm. Dus dit jaar was het met de Moederdag. Hadden wij een speciale dag georganiseerd met de producten. Ze konden gratis de producten testen. Je kwam lekker op de foto. Je haren werden gedaan. Je werd gemake-upt. Dat soort workshops geven we ook. Okay. Volgend jaar hebben we ook een planning. Komen leuke dingen. Ook voor kinderen en vaders. Dus zo geven we ook naast het advies over de producten. Mm-hmm. Proberen we ook wel iets meer te geven. Dus je kan wel een product gebruiken wat ik aan het begin zei. Maar... door de week. Wat doe je dan met je haren? Hoe kan je dat het beste gebruiken? Bijvoorbeeld een borstel. Mensen die niet in Nederland geboren zijn, zoals ik ze wil noemen, die gebruiken vaak een kam. Maar je kan ook een borstel gebruiken om je hoofdhuid ook te masseren, waardoor je ook haargroei bereikt. Dus dat soort dingen, daar zoomen we ook op in. Hè? Van, product is goed, maar wat kan je zelf doen? Vaak kan je thuis zoveel doen, dat je dan niet zelf voor ogen hebt. En dat proberen we ook met workshops te bevestigen. Maar ook om de mensen een fijne dag te wensen. Jullie geven ook een beetje scholing in hoe je bepaalde technieken kan doen met je haar. We geven tips en tricks. We zoomen in op de huid, de verzorging. Mm-hmm. We zoomen in op het haar. En we combineren met eten, drinken en andere partijen die ook geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. Daar doen we ook zaken mee. Oké. En voor, je hebt heel veel producten hier zo. Ja. Stel als je een andere soort product wil. Ja. Bijvoorbeeld, ik wil bijvoorbeeld make-up van Bobbi Brown. Ik ben echt fan van Bobbi Brown. Mm-hmm. als ik dat aan jou vraag, kan je dat dan... kijken of je dat kan halen of zo? Is ook... We kunnen... Kijk, als mensen... Laatst hadden we bepaalde klanten. Die hadden gezegd van... Goh, hè, deze producten gebruik ik al heel lang. Mm-hmm. Ze zijn moeilijk te verkrijgen. Maar wellicht dat Full Hair Care ons daarin kan ondersteunen. Mm-hmm. Nou, zo gaan we op onderzoek uit. We gaan kijken, wat biedt de leverancier zelf? Mm-hmm. Heeft de leverancier het niet? Dan gaan we ook verder kijken. We hebben een aantal andere leveranciers. En zo proberen wij de klanten tegemoet te komen. In dit geval is het een make-up lijn wat je aangeeft. Mm-hmm. We gaan kijken of we dat kunnen leveren. Zo ja, doen we dat. Zo niet, dan geven we ook aan van... Goh, we hebben onderzoek gedaan. Het is ons niet gelukt. Okay. Maar het is echt maatwerk. Op de website zullen jullie ook zien dat wij producten hebben... die we echt direct kunnen leveren. Maar we staan altijd wel open om andere producten ook aan te bieden. Want er zijn zoveel producten, maar vaak hebben we een kleine selectie van wat er allemaal is. Ja. En je zult altijd zien, in Amerika gebruiken ze andere producten. Zijn ze veel verder dan Europa, dan het Caribisch gebied. Ja. Waarom denk je dat dat zo is? Ik denk een stukje techniek. Mm-hmm. Ik denk ook dat ze wat langer met de black hair bezig zijn dan hier. Mm-hmm. Waardoor ze wat sneller... en wat eerder met onderzoeken bezig zijn dan hier. Hier is het nu een boom in business. Want je ziet ook invloed van culturen. Je krijgt bijvoorbeeld de autochtone moeder. Of iemand van buitenlandse kam af. Je hebt heel veel mixjes. Mm-hmm. En door die mixjes krijg je ook kinderen met gemixt haar. Mensen moeten wel gaan kijken van wat kan ik dan gebruiken. Om het haar van mijn kind zo goed mogelijk te verzorgen. Ja, klopt. Dus, ja, dat is ook zo. Zijn we wat later mee, vind ik zelf, in Europa. Ja, vind ik ook inderdaad. Ja. Ik ben blij dat iemand dat bevestigt. Ja. En even kijken.
Want ik zit even te kijken wat je dan nog meer allemaal hebt. En die Lexers, werken die nog steeds heel goed? Verkoopt het nog steeds heel goed, Relaxers? Ja. Ik had laatst een artikel gelezen op internet van dat de Relaxer bedrijven nu iets van 28% was het, of 21%. Een van die twee. Ik zou nog even een bronvermelding daarvan bijzetten. Van dat nu dat ze minder verkopen omdat er nou een hele movement aan de gang is. Dat vrouwen vaak hun eigen natuurlijke krullen willen dragen. Mm-hmm. Merken jullie dit ook? Of hebben jullie... Merken jullie daar helemaal niks van? Nee. Okay. Met de klanten die we nu hebben en de kapsalons waar we nu nog steeds mee werken, ze vragen dat nog steeds. Okay. En de Motion CPR, dat is een hele bekende nu. Dat is de boom in business voor de relaxer branche. Maar we merken geen afname, nee. Okay. Nee. Nou, dat is wel goed voor jullie dan, toch? Ja. Okay. Nou, interessant hoor. Ik vind het echt. Ik ben echt zo blij dat jullie dit doen. En even kijken. Wat doen jullie nog meer? Ik zit even te bedenken van ik had nog een vraag. Wat is een beetje jouw achtergrond? Heb je een soort opleiding hiervoor gedaan? Of is het een bepaalde motivatie? Wat is jouw achtergrond van dat je dit uiteindelijk bent gaan doen? Ja, Full Hair Care. Waarom Full Hair Care? Is omdat wij in Nieuwegein, de regio Nieuwegein, geen winkel hebben met black hair producten. We hebben een kruidvat die levert, omdat die ziet van, er is geen andere partij. Mm-hmm. Maar omdat ik heb gemerkt van, ik moet altijd naar een kruidvat toe of ik moet altijd naar Utrecht. Ja. Dan moet je even reizen. Het is niet ver om de producten te halen. Toen dacht ik van, dat kan ik zelf doen. Mm-hmm. En waarom niet een webshop? Mm-hmm. En in Nieuwegein ken je best een aantal culturele groepen. Mm-hmm. Ze zijn aanwezig, maar ze vallen niet op. Mm-hmm. En toen dacht ik van, we hebben een groep, maar we hebben geen aanbod aan producten. Mm-hmm. Daar moet ik iets mee doen. Mm-hmm. En ik ben altijd wel van haar geweest. En haren feunen, haren dit, haren dat. En... ja, het is een soort van hobby talent. Mm. Wat ik eigenlijk in de webshop kan inzetten. Okay. Ja. Is dat heel moeilijk om dat uiteindelijk te doen voor de vrouwen die ook zoiets hebben van thuis bijvoorbeeld ook in een boerengehuchtje wonen. Ja. En ook zoiets hebben van, ik wil het zelf ook wel kunnen aanbieden. Heb jij tips voor die vrouwen die dat ook net als jou willen doen? Nou, het is een tip. Het is een oproep ook. Mm. We zijn op zoek naar consultants. Okay. Dat kan je echt vanuit huis doen. Mm-hmm. Je kan je klanten zelf tot je binden. Je kan producten verkopen zoals je dat zelf wil. Mm-hmm. Maar dan word je consultant van Full Hair Care. Mm-hmm. En waarmee je en korting krijgt en soms ook gratis producten voor eigen gebruik. Maar zo kan je ook proeven van hoe zo'n bedrijf dan in elkaar zit. Wat zijn dan de werkzaamheden? Met wie heb je dan te maken? Waardoor je op de long term ook zelf een eigen bedrijfje kan opzetten. Mocht je inderdaad ergens wonen waar je geen producten kan verkrijgen. Dus we zoeken consultants. Ze zijn vrij om ons te benaderen. Okay. Ze kunnen hun motivatie insturen. Hoeft niet heel uitgebreid. Mm-hmm. Naar info@fullhaircare.com. Mm-hmm. CV motivatie even insturen en wij zullen de kandidaten benaderen. Okay. Ja. En dan beginnen ze dus eerst met de webshop, toch? En dan daarna kunnen ze een eigen winkeltje, een eigen bedrijfje opzetten. Ja, afhankelijk van wat ze kunnen, wat ze willen, kunnen wij beginnen met de webshop. Maar dat is echt per persoon moeten we dat even bekijken. Maar we geven wel zo de tips en tricks, zodat ze wel met een bepaald klantenbestand, klantenkring, hun eigen winkeltje zouden kunnen opzetten. Want kijk, Full Hair Care is een dochteronderneming van Succes Meetbaar. En Succes Meetbaar die zorgt ervoor dat iedereen eigenlijk succesvol is op de arbeidsmarkt. Het kan middels betaald werk, maar het kan ook middels een eigen onderneming. Hè, dus als je een ambitie hebt, je zegt van, ik wil graag samenwerken met Full Hair Care, van harte welkom. Yeah. En Full Hair Care die zorgt er ook voor dat je vanuit Succes Meetbaar ook die kennis krijgt, die input, dat is kosteloos, om toch later je dromen na te kunnen jagen. Ja, ga maar. Ja. Oké, voor de kerstperiode, die staat natuurlijk voor de deur. Yeah. Wil je een goede make-up? We hebben Black Opal producten, die zijn erg aantrekkelijk in de prijzen. Mm-hmm. Laat het ons weten en we kunnen een mooi prijsje voor je maken.
Oké, oh interessant. Ja. Oké. Alleen Black Opal of ook andere Voor dit Mac? Jaar Black Opal. Voor dit jaar Black Opal. Ja. Oké, is goed. Nou, dankjewel voor de aanvulling. Ja, de expertise wat je in Voelhacker hebt, die krijg je ook vanuit Succes Meetbaar. Oké. Ja. Aha, want ik zat altijd te denken, wat heeft Succes Meetbaar nou met veel haircare te maken? Ja. Oké. En Succes Meetbaar, die sponsort ook het bedrijf. Die doet media, de website. Oké, dus dat hoeven jullie dan niet meer te doen? Dat doen we zelf ook wel, maar Succes Meetbaar geeft net een extra zetje. Ja. Oh.